Een tijdje geleden vroeg ik jullie via Instagram van wat is nou het belangrijkste dat je hebt geleerd sinds dat je bent begonnen met beleggen? Nou, ik kreeg heel veel reacties, meer dan 100 reacties heb ik ontvangen. En die antwoorden die dan weer vaak terugkwamen, die kon je eigenlijk ook weer terugbrengen naar één onderwerp. En dat was de emotie rondom beleggen. En dat is juist waar ik in deze video op in wil gaan, om te gaan kijken hoe je kunt beleggen zonder emotie. Ik heb 3 onderwerpen gekozen die ik in deze video wil gaan behandelen, die je kunnen helpen om betere beslissingen te nemen. En als je betere beslissingen neemt, zul je uiteindelijk ook meer rendement maken. In ieder geval, dat is hetgene wat ik hiermee hoop te bereiken. Dus laten we snel beginnen aan deze video. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. We gaan in deze video dus 3 onderwerpen behandelen rondom de emotie bij beleggen. En het eerste onderwerp dat ik wil gaan bespreken is juist te gaan richten op de lange termijn. Want ik ontvang regelmatig reacties en berichten via Instagram van mensen die pas zijn begonnen, dit jaar zijn begonnen, of pas minder dan een jaar bezig zijn in ieder geval met beleggen. En misschien op dit moment wel in de min staan, omdat het niet zo goed gaat met de beurs. Of dat ze bepaalde aandelen zien en dat ze denken van, heb ik de boot gemist? Nou, dat is bijvoorbeeld de laatste tijd vooral het geval rondom het aandeel Tesla. En ik denk dat op het moment dat je deze vragen stelt, dat dan jouw focus vooral op de korte termijn ligt. Terwijl ik denk, voor de meeste mensen is beleggen vooral interessant op de lange termijn. Het begin is gewoon heel erg moeilijk. Je ziet weinig progressie. En zeker in het afgelopen half jaar, laten we zeggen, met een crisis, dan is het heel erg normaal dat je in de min staat. Alleen dat is heel erg vervelend. Net als je gaat beginnen met beleggen, je hebt die stap genomen om toch jouw geld erin te leggen en je ziet je geld minder waard worden, dan ga je natuurlijk twijfelen. Maar als het goed is, komt het allemaal wel weer goed op de lange termijn. Dat is in ieder geval waar we vanuit kunnen gaan wat de geschiedenis heeft geleerd. En het heeft er waarschijnlijk ook mee te maken dat veel mensen lineair denken, terwijl we eigenlijk te maken hebben met exponentiële groei. Zeker als we gaan kijken naar samengestelde interest, en dat is een van de belangrijkste dingen, compounding interest. Het belangrijkste eigenlijk met betrekking tot beleggen. Want kijk bijvoorbeeld naar dit voorbeeld waar we 100 euro in de maand inleggen gedurende 30 jaar en een gemiddeld rendement van 7% per jaar verwachten. Nou, in het eerste jaar heb je dan op je inleg 81 euro rendement. Terwijl in het laatste jaar, het 30ste jaar, heb je 7700 euro rendement. En dat is zelfs 7 keer je inleg van dat jaar. Dus je ziet goed, die grafiek loopt niet in een rechte lijn naar boven, maar hij neemt juist gedurende de jaren steeds harder toe. En dat is juist dan heel erg belangrijk om te beseffen, dat je weet dat het in de korte periode, daar kan heel veel gebeuren. En het is ook heel erg moeilijk als je begint. Het heeft maar heel weinig effect, 7% rendement op jouw eerste inleg. Maar wanneer je jaren bezig bent, dan wordt die 7% steeds groter en zorgt ervoor dat het steeds groter vermogen opbouwt op die manier. Dus baseer je plan ook vooral op de lange termijn. Probeer natuurlijk wel bezig te zijn op de korte termijn, maar probeer daar niet in ieder geval je focus neer te leggen. Leg je focus neer op de lange termijn. En het tweede punt hangt daar een beetje mee samen, en dat is juist het hebben van geduld. Geduld hebben. We zagen net al dat exponentiële groei, dat het vooral de laatste jaren zijn die voor een grote impact zorgen op je eindvermogen. En wat je vaak zult zien is dat mensen snel heel veel geld willen verdienen, of in ieder geval heel veel vermogen willen opbouwen. Maar dat kan je wel bereiken. Natuurlijk is dat mogelijk, maar dan moet je vaak veel tijd investeren en grote risico's nemen. En juist die twee dingen, ja, dat is niet voor de meeste mensen weggelegd. Wat wel is weggelegd is juist zo min mogelijk tijd te besteden, maar juist elke maand wat investeren en dat gedurende een lange periode doen en ook minder risico nemen, waardoor op de lange termijn je grotere zekerheid hebt om in ieder geval dat bedrag, dat eindvermogen op te bouwen. En daarom is geduld hebben zo belangrijk. Afgelopen week maakte ik nog een video dat ik inmiddels 100.000 euro aan belegd vermogen heb. Maar in die video ga ik ook kijken naar hoe was dat een paar jaar geleden. Nou, 3 jaar geleden had ik nog niet eens 10.000 euro aan belegd vermogen. Dus gedurende die jaren heb ik het langzaam uitgebreid, heb ik telkens ingelegd. Heb ik natuurlijk ook in mijn vrije tijd iets opgebouwd, een extra inkomen verdiend, wat ik ook weer bij kan leggen. En dus ben ik binnen die 3 jaar gegroeid van 10.000 euro belegvermogen naar op dit moment 100.000 euro belegvermogen. En dus ook hier zie je terugkomen dat je geduld moet hebben. Aan de ene kant, op een heel leven is 3 jaar niet zoveel. Maar als je 3 jaar continu hiermee bezig bent, dat is een best lange periode. En moet je best wel, ja, actief daarmee bezig zijn, je mindset erop inrichten dat het gewoon een paar jaar kost om iets op te bouwen. Een groot gedeelte van die 100.000 euro komt natuurlijk van mijn Tesla aandelen. Ook dat is zo'n bedrijf waar je geduld mee moet hebben. Dat je moet wachten tot uiteindelijk de markt begrijpt. En dat ook een beetje geluk is natuurlijk dat het bedrijf zich kan ontplooien en dat daar de koers op reageert. Want gaan we kijken naar de koers van Tesla, het is inmiddels net 10 jaar op de beurs. Maar gedurende die 10 jaar heeft het heel lang op een bepaald vlak stilgelegen. Kijken we naar 2010 tot 2013, toen schommelde de koers tussen $20 tot $40.
gaan we dan kijken naar de laatste 7 jaar van 2013 tot en met nu. Ja, toen schommelde het zelfs tussen de $200 en $400. Dus dat is al wel weer een vertienvoudiging van die eerste 3 jaren. Maar ook gedurende deze 7 jaar is het gewoon heel erg moeilijk geweest om een flink rendement te maken. Maar sinds eind vorig jaar, begin dit jaar, reageert de markt erop. Laat misschien Tesla bewijst zich uiteindelijk en zullen we weer een flinke verdubbeling zien. En ik heb dus ongeveer al 3 jaar aandelen in dit bedrijf. En ik heb eigenlijk al 2 jaar lang moeten wachten tot uiteindelijk de laatste paar maanden. Daar is het geduld heeft zich beloond. En zo gaat dat bij veel meer bedrijven, bij de hele sector en bij heel veel andere dingen om bijvoorbeeld een extra inkomen op te bouwen. En misschien is het op dit moment dan wat lastiger om geduld te hebben, juist nu de beurs ja, negatief gaat, een crisis is, een recessie is. Wat moeilijker is om rendement te maken. Maar zorg in ieder geval dan dat je het geduld hebt. Dat je ook leert van deze periode. En dat je juist wat je op dit moment leert gaat toepassen in de volgende crisis. Want dan zal waarschijnlijk, laten we hopen, je vermogen een stuk groter zijn. En dan kun je de kennis die je nu hebt gebruiken om in ieder geval dan je vermogen te behouden. En dan de juiste beslissingen te nemen. En voordat we naar het laatste punt gaan wil ik je even vragen. Vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke video's jullie interessant vinden. Kan ik meer van dat soort video's maken? Maar natuurlijk help je daar ook mee het YouTube kanaal. Want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. Ben je nog geen lid van het kanaal, maar wil je wel meer video's zien? Ongeveer 50% van mijn kijkers is nog geen abonnee. Klik onder deze video op abonneren om nooit meer een video te missen. Zeker wanneer je op het belicoontje klikt, krijg je altijd weer een melding. En ik ben samen met Tim bezig aan de beleggerstraining. Deze komt eind van deze maand online. Dit is een training die jou juist leert om te beleggen zonder emotie. Met meer dan 50 video's die jou helpen bij je eerste stappen maken. En vooral het uitwerken van een plan om die doelen te bereiken. En wil je daar nog meer informatie over? Ga naar eenpassiefinkomen.nl/beleggerstraining. En deze link vind je trouwens ook onder deze video terug. En dat is ook het laatste punt van deze video. Het laatste onderwerp. En dat is juist het maken van een goed plan. Want bij het maken van een plan ga je goed nadenken over wat je wilt en op welke manier je dat wilt bereiken. En probeer zoveel mogelijk te leren en al deze informatie ook te verwerken in jouw plan. Dus zodat het eigenlijk alle informatie op één punt staat en dat je eigenlijk een plan hebt voor niet alleen de komende jaren, maar voor gedurende de hele looptijd van misschien wel 15 tot 30 jaar of langer. Want wanneer je een plan gaat maken, moet je eigenlijk automatisch nadenken over de toekomst. Je gaat kijken van wat wil ik graag bereiken en hoe kan ik dat bereiken, maar wat kan er ook gebeuren op de beurs en hoe ga ik daarop reageren. En een plan maken kost natuurlijk tijd, maar het zorgt er wel voor dat als je al deze kennis, al deze informatie opzoekt en deze kennis opdoet, dat eigenlijk je mindset daarop aanpast. Dat je weet wat er kan gebeuren en hoe je daarop kunt reageren. En uiteindelijk dus als je dat plan hebt gemaakt, zal het er ook voor zorgen dat je meer rust hebt. Want juist deze kennis en mindset zorgt ervoor dat je waarschijnlijk betere beslissingen gaat nemen, de juiste beslissingen gaat nemen en niet de verkeerde beslissingen op de verkeerde momenten. Dat je bijvoorbeeld nu gaat verkopen omdat het niet goed gaat op de beurs. Dat je dus je verlies gaat nemen en dat je door dat verlies nemen eigenlijk rendement in de toekomst mist. Want niet alleen moet je nu dus een moment bepalen om te verkopen, je moet opnieuw een moment bepalen om juist weer aandelen in te kopen. Dus eigenlijk ga je proberen om de markt te timen, het juiste moment te bepalen om te kopen. Nou, dat lukt misschien een paar keer, maar op lange termijn lukt dat bijna niemand en daardoor zul je op lange termijn ook rendement gaan missen. Dus het is heel erg belangrijk om in je plan te kijken naar wat je wilt bereiken. Kijken welke producten, aandelen daarbij passen om dat te bereiken. En dat je uitgebreid onderzoek gaat doen naar welke producten ze zijn die passen bij jou. En niet dat je zomaar je aandeel gaat verkopen omdat het nu in de min staat. Je gaat alleen iets verkopen wanneer je eigenlijk fundamenteel iets verandert. En dat je niet meer gelooft dat dit aandeel, dit product, deze ETF jou kan helpen om het doel op lange termijn te bereiken. En met deze video hoop ik dan ook dat je na gaat denken over jouw beleggingen. Kijk hoe je begonnen bent en ben je eigenlijk op de juiste manier begonnen. Ligt jouw focus nog vooral op de korte termijn of ligt jouw focus al op de lange termijn? En ik hoop natuurlijk dat je op de lange termijn ligt, maar houd je ook zeker bezig met de korte termijn. Denk na wat er op de korte termijn kan gebeuren en denk ook vast na hoe je dan eventueel wilt reageren. Dat je in ieder geval niet op het moment dat het ertoe doet en dat je verliezen ziet, dat je dan misschien de verkeerde beslissingen gaat nemen. Denk er nu vast rustig over na, over hoe jij gaat reageren op bepaalde situaties. En denk vooral ook na voor een plan voor de komende jaren. Wat wil je bereiken over 5, 10, 20 jaar of verder weg? En op welke manier wil je dat bereiken? Nou, dat is dus een van die belangrijkste onderdelen van onze beleggerstraining. En gaan we kijken naar hoe jij een plan kunt maken waarbij je eigenlijk al die kennis samenvoegt, zodat je weet
wat je wilt bereiken, hoe je dat wilt bereiken en hoe je bij kunt houden of je nog op de juiste pad bent. En dat hopen we te bereiken door middel van meer dan 50 video's, meer dan 6 uur beeldmateriaal, verschillende tools die je erbij krijgt, maar zeker ook onze exclusieve community. Dus ga naar passiefinkomen.nl/beleggerstraining voor meer informatie en dan vast je naam en e-mailadres achter te laten, dat wanneer we eind deze maand live gaan, dat je leuke aanbiedingen ontvangt om extra voordelig te beginnen aan deze training. En heb jij nou nog tips of ervaringen die je wilt delen met de rest van de kijkers? Dingen die jij bent tegengekomen, die je hebt geleerd in de jaren nu dat je belegt? Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video, zodat we weer van elkaar kunnen leren en ervoor kunnen zorgen dat we allemaal beter van worden op de lange termijn. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video, wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog, dan weet ik welke video's jullie interessant vinden. Kan ik meer van dat soort video's maken? En je helpt natuurlijk het YouTube kanaal, omdat deze video aan meer mensen wordt aangeraden. Bijna geen lid van het kanaal, maar wil je wel meer video's zien? Ik maak elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Klik onder deze video abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.